Antwerpse politie heeft op de Turnhoutse baan in Borgerhout vorig jaar meer dan 2500 processen verbaal voor verkeersinbreuken opgesteld. Volgens de Borgerhoutse CD&V-politica Naima Langeri, die hierover vragen had gesteld, toont dit aan dat er een probleem is op die Turnhoutse baan. Hoe komt het dat ondanks die PV's, 2500 PV's, hoe komt het dat het toch nog onveilig is op de Turnhoutse baan? Over welke verkeersinbreuken gaat het dan? Automobilisten die dubbel geparkeerd staan, door mensen die draaien waar het niet mag, door ook soms voetgangers die gewoon oversteken door het rood licht. 2500 PV's dus. Volgens de politie is dit veel, maar mogelijk nog te weinig. Dat zijn er veel, ongetwijfeld. Dat duidt ook wel aan dat mijn collega's daarmee bezig zijn. Maar er zijn nog altijd mensen die dat dan toch wel negeren, dat die dan eigenlijk toch de verkeersregels aan hun laars lappen. We weten dat 2500 PV's, dat er nog veel te weinig zou kunnen zijn. Dat wat betreft de PV's, maar hoe zit het met het aantal verkeersongevallen? Vorig jaar, 2011, zijn er in totaal over de ganse lengte van de Turnhoutse baan door ons 78 ongevallen geregistreerd, waarvan het gros eigenlijk ongevallen met stoffelijke schade. Opmerkelijk weinig verkeersongevallen met gewonden. En dat is nu juist een criterium voor het al dan niet plaatsen van de flitscamera's die Langeri aan Vlaams minister voor mobiliteit Hilde Krevits heeft gevraagd. Ik hoop dat we niet moeten wachten totdat er hier een verkeersdode valt of dat er hier een zwaar ongeval gebeurt vooraleer dat we flitscamera's plaatsen. Om de nodige metingen uit te voeren is er nu een vraag van de Vlaamse overheid nodig. Het is het Vlaams gewest die beheerder is van de Turnhoutse baan. Wanneer zij aan ons vragen om eventueel die metingen te doen, zullen wij dat doen. In elk geval tonen de cijfers aan dat er absoluut iets moet gebeuren op de Turnhoutse baan.